Jolanda en Anja van de Brabantse podcast. Hallo. Hallo. Hoi. Hoi, hoe gaat het met jullie? Nou, wel lekker. Ja, we hebben nu een paar podcasts gemaakt en leuke reacties gehad. Dus dan voel je toch een beetje een bekende Brabander worden. Ja. Ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt, Jolan. Nou, we kregen zelfs gisteren een berichtje dat we 112e staan in de nieuwspodcast van Nederland. Nou weet ik niet of dat van de 115 is en dat wij 112e zijn. Maar het is niet zo leuk om zo'n bericht in je mailbox te ontvangen. Dat je denkt, nou heb je wel iets bereikt in je leven natuurlijk. Ja, precies. Hey, want vertel eens even, wat is de Brabantse podcast? Ja, nou ja, wij zijn twee Brabanders en wij behoren tot de LHBTI community. Wij zijn de L, kan ik wel bekennen. Maar de podcast is met de T, dus het refereert natuurlijk een beetje aan ons tweeën. Twee lesbo's uit Brabant die altijd wel voor de LHBTI community opkomen. We hebben allerlei titels en functies. Daar zullen we jullie misschien niet meer lastig vallen. Misschien wil je het wel weten. Maar toen dachten we in deze coronatijd van we waren met de hond aan het wandelen. Misschien is het wel leuk om voor de LHBTI-community toch iets te doen. En we hebben geen pride. Dus we kunnen niet op de boten en trots de mars en de protestmarsen lopen. Misschien kunnen we een podcast opnemen over de LHBTI-onderwerpen. Dus zo hadden we weer iets verzonnen. Waar we dan uiteindelijk ook maar weer uitgevoerd hebben. Ja, en je zegt inderdaad al, je hebt behoorlijk wat titels, jullie zetten je behoorlijk in. Dat hoor ik ook terug in de podcast. Waar komt eigenlijk zeg maar die strijdbaarheid, zou ik het eigenlijk bijna willen noemen, vandaan om jullie zo in te zetten voor de community? Nou, bij mij is het onder andere ontstaan in aanloop naar het Roze Jaar dat we hier in 2017 in Den Bosch hadden. Toen ben ik betrokken geraakt bij de voorbereidingen voor dat Roze Jaar. En daar kennen Jolanda en ik elkaar ook wat beter vanuit die tijd. En ik werkte bij de gemeente Den Bosch als strategisch adviseur. En in dat jaar, omdat het in Den Bosch speelde, heeft mijn toenmalige werkgever, ook echt meer aandacht besteed aan wat betekent het nou om regenbooggemeente te zijn en wat betekent het om op je werk daarvoor, wat betekent dat op de werkvloer, hè? Diversiteit en inclusiviteit en dat soort dingen. En toen hebben we onder andere een bijeenkomst georganiseerd voor onze collega's, waar toen Ellie Lust kwam spreken, hè? Die dus natuurlijk met roze en blauw zich altijd heel erg heeft ingezet. En die zei toen, je hebt mensen die op de bok moeten gaan staan om het voor anderen makkelijker te maken. En toen wees ze onder andere naar mij, omdat ik een van de initiatiefnemers van dat verhaal was. En dat raakte me echt. En toen dacht ik van ja, ik kan dat en ik wil het ook. Ik wil er ook zijn voor anderen die het misschien minder makkelijk hebben om uitgesproken te zijn en zichzelf. Ik vind het heel belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn. En als ik daar een klein steentje aan bij kan dragen, dan doe ik dat graag. En zo is het bij mij in ieder geval begonnen. Jolanda was toen al jaren actief, dat gaat ze nu vertellen. Ik ga strijdbaar ten onder, denk ik. Mijn vrouw zei laatst nog, want we zijn 20 jaar getrouwd, van goh, ik wist niet dat je zo'n activist was. Ja, ik denk dat je voor LHBT-rechten nog moet strijden. En als je het zelf bent, en we zijn allemaal jong geweest, dan wil je ook, ja, niet dat ik mezelf rolmodel noem, maar dan wil je ook in ieder geval dat er zichtbaar mensen zijn waar jij je mee kan vereenzelvigen. Dus ik denk dat ik in de luxe positie zit, op mijn werk zit ik goed, en dat ik dus denk, ik moet dat doen, mezelf laten zien, zodat het misschien voor anderen wat makkelijker wordt. En helaas, ook na mijn 20 jaar huwelijk, homohuwelijk, ik zeg het nooit, want het is een heel vervelend woord, maar is het nog steeds nodig dat wij strijden voor onze tolerantie, acceptatie, hoe je het ook moet noemen in Nederland? Helaas, dus ik wil eigenlijk mijn pensioen, maar dat doe ik nog maar niet, denk ik. Nee, dat zit er nog niet in. Hey, maar goed dat jullie dat doen. En als het dan zeg maar gaat over die acceptatie. Ik zag zeg maar jullie titel van de podcast. Hè, de podcast met een T. Is zeg maar pot niet een negatief geladen woord? Of interpreteer ik dat verkeerd? Nou, ik ervaar het. Kijk, ik zie deze titel van de podcast. Dat is natuurlijk een leuke woordspeling.
Maar ik zie het ook een beetje als een geuzetitel. Dus ik interpreteer het niet per se slecht. Hè, maar nou ja, hier zouden we dus al een podcast over kunnen maken. Hè, van hoe ga je met dat soort woorden om? Een goede Brabander die zegt ook wel eens... flikker daar even in de prullenbak, zo weet je wel. Maar dan is flikker is dus echt iets weggooien. Maar dat kan voor iemand die homo is ook heel negatief overkomen. Dus als ik op straat bejegend word met... hey, pot, dit of dat, dan ervaar ik het als heel negatief. Maar nu in de titel zie ik het als een speels iets ook wel iets waar ik trots op ben, om het zo maar te zeggen. Brabants, wij zijn twee Brabantse potten, daar zijn we trots op. Ja. Dus het ligt heel erg aan op de manier waarop het gebracht wordt. Ja, en strijdvaardig zijn, daar ben ik natuurlijk ook internationaal al een hele tijd geweest. En ook nationaal, je serieuze inhoud. En LHBT is een gevoelig thema, moet je ook altijd met een vleugje humor brengen. Je moet jezelf ook relativeren, denk ik. Dus vandaar onze titel Brabantse podcast. Met een mooie Brabantse bloempot die onze Brabantse kleuren ook heeft. Dus we hebben ook een mooi design, ons mooi logo. Dus serieuze opgaven mag je ook wel gemoedelijk brengen. Zeker in het gemoedelijke Brabantse. Dan bekt het wel lekkerder. En zeker bij een podcast van 45 minuten blijven mensen dan ook luisteren natuurlijk. Nou ja, ik was daar gewoon nieuwsgierig naar. En ik ging er al stiekem een beetje van uit, doordat het niet echt een negatief geladen woord is. Want anders noem je je podcast natuurlijk niet zo. Hey, waar halen jullie je inspiratie vandaan? Ja, nou ja, god, ik ben dus sinds we aan de podcast begonnen zijn van de Facts and the Figures. Dat wordt ook zo benoemd door Jolanda. Ja, van het draaiboek. We hebben gewoon met elkaar, we hebben altijd van alles. We wandelen dus ook samen met onze honden. En we bespreken altijd 100.000 dingen, zeg ik altijd maar. Dus, en er zijn gewoon zo ontzettend veel thema's die de LHBT-community raken, waar je een goed gesprek over kunt hebben. En de inspiratie komt dus ook voor een stukje van mensen van buiten. Hè? Want we hebben nu ook een Instagram-account. En aankomende vrijdag hebben we weer opnames. Hebben we oproepen gedaan van kom met je vragen, stellingen, et cetera. En daar wordt ook leuk op gereageerd. Dus dan hoef je zelf niet meer te bedenken van waar gaan we het over hebben. Maar dan wordt door anderen al bedacht van zou je dat of dat ook kunnen aanraken. En dat werkt heel erg leuk. Dus maar ja, waar haal je de inspiratie van? Nou, ik ga dan ook wel echt op zoek op het internet van bijvoorbeeld... Nou, we gaan het nu binnenkort hebben over LBT powervrouwen. En laatst natuurlijk de herdenking geweest rondom onze vrijheid, hè, 4 en 5 mei. En toen was er bijvoorbeeld een documentaire over een Joodse lesbische vrouw die in het verzet heeft gezeten. Nou, die was mij totaal onbekend, maar dan ga ik daar wel een beetje wat over opzoeken. Dus geef me nou voorzichtig al een klein beetje weg over onze volgende podcast, want dan ga ik het daar onder andere over hebben. Oké. En waar haal jij je inspiratie vandaan, Jolanda? Ja, ik verzin het gewoon ter plekke, maar ik zit bijvoorbeeld in een powervrouwen LBT groep en dan denk ik, powervrouwen is sowieso wel een thema voor ons. Ik denk dat wij ook wel een beetje feminist in ons hebben. Dan denk ik, zijn er ook veel lesbische, trans of biseksuele vrouwen aan de top? We hebben nou onze Vera Bergkamp natuurlijk als Tweede Kamervoorzitter. Maar toen dachten we, zijn die er nog meer en is dat belangrijk? Dus daar kunnen we denk ik ook wel weer een podcast mee vol lullen, zeg ik dan. Dus, en iedereen heeft daar zijn mening over. Dus zo komen we eigenlijk een beetje aan de inspiratie. Diversiteit op de werkvloer gaan we ook nog over hebben. Dus als je zo eens kijkt, zijn het best wel veel thema's die we nog kunnen beantwoorden of behandelen, laat ik het zo zeggen. Ja, precies. Hey, en de komen denk ik dagelijks komt er wel één of twee podcasts tegenwoordig bij. Het podcastlandschap is echt behoorlijk verzadigd. Waarom moest deze er dan nog komen? Ja, omdat wij toch vinden dat we nog iets te melden hebben aan de gemeenschap. Overigens is het niet zo dat er heel veel podcasts zijn die echt specifiek op LHBTI'ers gericht zijn. Hè. Dat is wel wat meer dan we aanvankelijk dachten. Rotterdam heeft nu ook een hele leuke, de Rainbow Stories hebben ze. Ook in de aanloop naar het Eurovisie Songfestival. En volgens mij gaan ook zij daarmee door.
En je hebt de Lesbische Liga, vind ik zelf ook heel erg leuk. Dat zijn twee jonge meiden, die zijn volgens mij 29 en 30 of zo. Misschien zeg ik nu iets fout, maar ze zijn in ieder geval nog beduidend jonger dan ik. Ik al zelf, zeg maar, zij is ook weer 10 jaar jonger dan ik. Maar die hebben weer heel andere gespreksonderwerpen. Dus ik zou het echt heel erg leuk vinden als we daar bijvoorbeeld een keer een crossover podcast mee kunnen maken. Hè? Dat we met z'n vieren in gesprek gaan. Dus dan gaan we nog wel een keer een balletje voorop gooien. Ja, maar, dat je een beetje gaat. Van dit soort podcasts zijn er niet. Echt gericht op de LHBTI community. Ja, en wij vinden, Len, ik zal heel eerlijk zijn, wij vinden dat er ook veel LHBTI in de Randstad plaatsvindt. En zoals ze in de Randstad zeggen, in de provincie, daar zitten wij ook. Hè? Dus vandaar dat wij vonden dat het ook wel tijd werd voor een Brabantse LHBT-strijd en variant. En dat je kunt zien dat wij hier ook aanwezig zijn, dat het niet allemaal in Amsterdam of Rotterdam gesitueerd is. Nee, dat is waar. Nou ja, jullie mogen er natuurlijk hartstikke zijn. Hè? Dus ik was gewoon eigenlijk benieuwd of... Jullie hebben vrijdag zo'n opname. Wanneer is nou een podcast voor jullie geslaagd? Nou, ik laat toch ook al mijn oog hangen naar het aantal luisteraars. Ik ben van de cijfers. Ja, precies, ja. Ik ben van de cijfers. Dus een beetje wat een goed bereik, zeg maar. We hebben er eerder opgenomen en dat het lekker loopt. En dat je dus ook een respons krijgt van mensen van, goh, jullie zeggen zinnige dingen. Het is leuk en aangenaam om naar te luisteren, maar het is ook relevant wat ik hoor in de podcast. Dan ben ik daar tevreden over. En het grappige is dan dat wij er gewoon altijd maar induiken. We doen natuurlijk wel iets aan voorbereiding, maar in principe gaat het gesprek gewoon zoals het gesprek gaat. En dan blijkt, als je terughoort, dat je denkt, ja, jeetje, we hebben eigenlijk best wel veel dingen aangetikt of even bespreekbaar gemaakt. Dus dan ben ik er tevreden over. Ja, als we ook goede feedback krijgen. Hè? Mensen die zeggen van, goed dat je dat thema aansnijdt, maar ook mensen die wel moeten lachen om ons. We proberen het ook met humor te brengen. Ze vinden het leuk natuurlijk dat Anja heel met het script zit en dat ik dan helemaal vanaf het script helemaal een zooitje maak. Dus dat is leuk. Altijd. Nu ook geloof ik weer in het interview. Maar dus dat is leuk als mensen ook kunnen lachen bij deze thema's die we toch heel serieus aansnijden. Dus leuk om respons te krijgen. Ja, en welke respons staat jullie nu het meeste bij? Dat je echt dacht van daar doe ik het voor. Ja, ik mag, maar dat is een beetje persoonlijk verhaal. Ik zal verder geen namen noemen. Ik ben ooit, bij mijn 18e, dus dat is heel lang geleden, begonnen hier bij het COC in Den Bosch. En daar kende ik een lesbische dame. Daar heb ik even heel lang geen contact meer mee gehad. En die appte mij naar aanleiding van de podcast. En die woont in een klein Brabants dorp en is transgender. Dus is in transitie gegaan en is man op dit moment. Familie heeft het er heel erg moeilijk mee. En die zei, ik vind het weer zo fijn, Jolan, om je podcast te luisteren, je stem te horen. Maar dat jullie het er ook over hebben. En die luistert iedere keer trouw en die is weg geïsoleerd. Dus ik stuur iedere keer de podcast door en krijg dan een respons. En we hebben weer contact op die manier. Dus dat vind ik eigenlijk wel heel mooi. Om zo iets te betekenen voor iemand. Ik kan me echt wel voorstellen dat als je zo'n respons krijgt, dat je echt denkt van, hier doe ik het toch voor. Ja, dan hoef ik niet die 150 luisteraars. Ja, we willen er veel meer, hoor. Dus je moet ons wel promoten. Maar ik denk dat we het voor die verhalen doen. Voor die man nu dan, die denkt, ik ga de podcast luisteren en dan gaat het over dit thema. En in het dorp word ik wel raar aangekeken. Maar als ik zo luister, dan kan ik gewoon mezelf zijn. Dus dat is wel heel mooi. Nou, maar in feite is dat ook wel zo. Ik onderschrijf dat wel. We zijn er niet ingegaan met een ambitie van we moeten zoveel luisteraars of iets dergelijks. Daar kijken natuurlijk wel naar. Maar uiteindelijk, al kun je maar één iemand echt bereiken en echt helpen. Dan heeft het zijn doel al. Dan is het al waard. Hè? Dus we zijn er niet ingegaan met een doel van we moeten in de top 10 van de Nederlandse best beluisterde podcasts komen of iets dergelijks, helemaal niet. Maar meer om
om ja, ook anderen wat te bieden in deze toch wel tijden waarin ook echt veel eenzaamheid op de loer ligt. Hè. Ik wil helemaal niet de mensen in een zielig hoekje duwen of iets dergelijks, maar het is gewoon wel een gegeven dat ja, zeker als je dus bijvoorbeeld in een klein dorp woont of je familie heeft moeite met je geaardheid of met je genderidentiteit, dan kan het ook allemaal wel zwaar zijn. En als wij dan een beetje verpozing kunnen bieden, zoals je dat met een fraai woord zegt, nou, dan ben ik daar heel blij mee en ook trots op dat lukt. Ja, geheel terecht. En Jolande, jij zei het net eigenlijk al een beetje, dan moet je ons wel promoten. Ik hoorde net al, we hebben een eigen Instagram. Waar kunnen we überhaupt de podcast vinden? Ja, we hebben een Facebookpagina, die heet gewoon Brabantse Podcast. Een pot is dan natuurlijk met een T. En ook op Instagram hebben we de titel Brabantse Podcast. Dus het is hartstikke leuk. We zijn op zoek naar volgers. We hebben er op Instagram al 124. Ik moet even de cijfers altijd bekijken, want die moet ik tegen Anja natuurlijk zeggen. En op Facebook zitten we nou op 115 ook, maar er kunnen natuurlijk nog heel veel meer bij. En die podcast die kun je vinden op Spotify, op Apple, op Google. Ja. Ja, dus als je gewoon Brabantse podcast in de zoektermen zet, dan kom je het vanzelf tegen. Maar dan wel dus met een T. Ja. Met een T. Ja, dat is het allerbelangrijkste. Ja, zoals ze bij alle podcasts volgens mij zeggen, te beluisteren via jouw favoriete podcast-app. Ja, precies. Ja, dus nee, we zijn echt op alle mainstream platforms voor podcasts te downloaden. Of hoe dat dan ook precies werkt. Techniek, daar zijn we allebei niet van volgens mij. Hè. Dus het moet gewoon geregeld worden. Nee, maar dat is helemaal duidelijk. Mag ik jullie enorm bedanken voor jullie tijd en voor dit interview? Ja, jij ook bedankt, Len.